hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wil het vandaag eens hebben over de selfscan. Je weet het wel, je bent boodschap aan het doen. Je hebt je boodschap in een karretje geladen. Je hebt je bier erin gedaan, je eten, je chips en al die dingen. En alles wat je nodig hebt bij het boodschappen doen. Nou, dan moet je op een gegeven moment afrekenen. En dan heb je de selfscan. En dan moet je zelf de boodschappen afrekenen. En eerlijk is eerlijk, ik heb zelf een hekel aan de selfscan. Ik bedoel, dan ben ik in de supermarkt en dan moet ik al die boodschappen zelf scannen. Dus dan moet ik het werk zelf doen. Dan moet ik zelf het supermarktwerk doen. En laten we eerlijk zijn, werken in de supermarkt, dat is niet echt iets voor mij. Ik heb het vroeger wel eens gedaan. Daar kan ik misschien ook nog wel een keer een video over maken. Dat ik gewerkt heb in de supermarkt. Maar eerlijk is eerlijk, supermarktwerk is niks voor mij. Dus dan moet ik bijvoorbeeld bij de selfscan gaan staan. En dan reken ik alles af. En dan ben ik zelf het werk aan het doen. Dus dan denk ik van ja, dan ga ik toch liever achter de kassa staan. Kijk, mensen zeggen wel eens tegen mij, Wouter, volgens mij ben jij niet zo'n sociaal persoon. Ja, dat kan in principe wel kloppen. Maar toch, liever een beetje een sociale contact met iemand die achter de kassa zit, dan het werk zelf doen. Want dat is nog erger. Het werk zelf moeten doen. Ik bedoel, daar krijg ik ook geen geld voor. Dus dan ben ik werk aan het doen waar ik niet eens geld voor krijg. Dan denk ik toch liever van, ja, dan laat ik wel iemand over die er gewoon geld voor krijgt. Heeft hij ook weer plezier? Tenminste, dat denk ik niet. Maar ja, hebben ze in ieder geval wat te doen. En dan hoef ik het werk niet zelf te doen. Maar, even eerlijk is eerlijk, stel je voor ik zou nog in de supermarkt werken en ik zou bijvoorbeeld kassamedewerker zijn, dan zou ik liever hebben dat de klanten naar de selfscan gaan, want dan hoef ik niks te doen. En dan krijg ik wel geld. Want dat zou dan wel chill zijn, hè? Als al die klanten naar de selfscan, ik kom weer aan mijn woorden. Als al die klanten naar de selfscan gaan en ik dan lekker rustig achter de kassa kan zitten zonder werk te hoeven doen. Dat is best chill. Niet dat het ooit gaat gebeuren, want je blijft altijd mensen hebben zoals Wouter, die denken van ja, zelf werk doen. Amohula, ik ga wel de anderen het laten doen. Nee, dus een selfscan, daar heb ik een bloedhekel aan. Want dan moet je zelf werken en dat is kut. En ik moet eerlijk toegeven, als ik in de supermarkt ben, vind ik dat ik al genoeg heb gewerkt. Ik bedoel, ik moet eerst allemaal boodschappen zoeken. En dan moet ik ze nog helemaal in mijn karretje stoppen. Dus daar ben ik daar al helemaal moe van. En dan moet ik ook nog zelf van afrekenen. Nee. Ik ga wel gewoon achter de kassa staan. En dan denk ik van ja, hun rekenen mijn boodschappen af. Ik vertrouw erop dat ze het goed doen. Ik pin even en klaar. Genoeg werk voor Wouter. Goed, laat me even weten wat jij van de selfscan vindt. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei, hier gaat Wouter.